lokaal. We kijken vandaag naar de Almere City Run 2013. Horen jullie bij elkaar? Ja, we zijn van Kaleidoscoop. Van de school? Ja. En wie is de snelste van de school? Geen flauw idee, dat weet ik niet. Dat weet je niet. En welke afstand ga je lopen? De 1,8. Frits, u bent de gymmeester van de Kaleidoscoop, hè? We zagen net hele groep hier staan. Ze gaan met z'n allen, hè? Ja, ze gaan gezamenlijk lopen. 14 kinderen hebben we en die gaan dus verschrikkelijk goed hun best ook voor de school. Nou, jij bent ook voor de Kaleidoscoop, hè? Ja. Ben je er helemaal klaar voor? Ja. 1,8 kilometer, dat is wel heel ver, toch? Niet zo heel ver, vind ik. Vind je niet ver? Niet zo. Maar je moet het wel lopen, je kunt niet op de fiets, toch? Nee. Ga je goede tijd neerzetten? Ja. En daar gaan de kinderen van de 1,8 kilometer. De Cityrun heeft meer dan 2000 inschrijvingen, waarvan een paar honderd kinderen. En deze gaan dus allemaal een rondje lopen. En daar zien we de eerste van de Kidsrun aankomen. De nummer 1. 39 en 807. En we kijken op de klok. Een tijd van 6 minuten 58 seconden. En hij doet nog een pirouetje op het eind. Je bent de winnaar van de Kidsrun. Ja. Gefeliciteerd, hoe heet je? Johan. En was het de makkie? Van Groenestein. Een beetje. De Kids is na de start van de 21 kilometer. Nummer 1, 2 en 3. En ook al deze kinderen krijgen een warm applaus van de vaders en de moeders. 810 is Alisa Dijkman. En 843 is Iris van Renselaar. Hoe ging die? Goed. Startnummer 15 was het makkie om te lopen of had je last van de wind? Een beetje last van de wind. En nummer 64. En heb je een goede tijd gelopen? Want je liep rond de 9 minuten. Ja. Ja, wat loop je normaal? 1,8? Dat weet ik niet. Jongens en meisjes, of is het de eerste keer dat je meedoet? Wat zei je? Is het de eerste keer dat je meedoet? Nee. Oh, je krijgt zo al meer applaus. Hoeveel keer heb je al meegelopen dan? 3 keer of zo, voor denk ik. Alle finishes. Oh, je hebt al heel vaak meegelopen, dus je bent een ervaren loopster. Ja. En nou, hey, gefeliciteerd, mooie medaille. Nina, daar ben je weer. Maar ja, je bent in de voorbereiding voor de triathlon, denk ik, hè, of niet? Ja, over 3 weken ga ik Ironman Frankfurt doen, een hele triathlon. En dit is een beetje een testwedstrijdje, 21 kilometer. Ja, lekker lopen en machine. Je gaat de halve marathon lopen, ga je ook nog een goede tijd neerzetten? Ik hoop het, maar ik loop weer op hartslag en ik zie wel wat eruit komt. En we maken ons nu op voor de start van de halve marathon. 21 kilometer gaan deze lopers lopen. En daar gaan ze. We zijn toch ook nog heel veel deelnemers die de halve marathon gaan doen. Dat zijn er enkele honderden. Die dus 21 kilometer gaan lopen. Er wordt nog even gezwaaid naar de supporters langs de kant. De snelste zal er een uur en 10 minuten over doen. Een uur en 15 minuten, dat is de verwachting. We zullen zien wanneer ze binnenkomen. En daar gaan ze. Richting het ziekenhuis. En dan worden er nog heel veel rondes gelopen. En hier lopen de lopers een rondje om de bibliotheek heen. En dan gaan ze richting gemeentehuis. Dan lopen ze dwars door het stadhuis. En dan komen ze hier bij de hoofdingang komen ze weer naar buiten. En dan lopen ze verder het stadscentrum van Almere in. Het is goed weer om te lopen. Er staat wel wat wind. Maar er is af en toe zon. En af en toe een wolkje. Maar het regent in ieder geval niet. Jullie zijn op de fiets. Jullie gaan niet meedoen? Nee, dit jaar niet. Vorig jaar wel meegedaan? Vorig jaar wel meegedaan, ja. En welke afstand? 14. Maar waarom doe je dit jaar niet mee dan? Omdat we ervoor gekozen hebben om even wat meer te gaan fietsen. Omdat daar onze prioriteit een beetje ligt. Normaal lopen we heel veel. Nu gewoon even wat minder. Even wat meer op de fiets. Is binnen. Had je hem gezien? Ik niet. Zo hard ging hij. De startnummers met 14 ervoor zijn dus de 14 kilometer los. En het komt er weer op de 14 kilometer. 1480 is dat de man.
Nou, gefeliciteerd. Je bent de winnaar van de 21 kilometer in Almere. Heb je wel eens eerder meegedaan? Ja, goed. Ik ben gewoon van jaar net te weten. Ja, die mooie vriend, mooie wedstrijd. We gaan daar ver meeste wedstrijd, man. Bijna 30 kilometer hardloop, 30 kilometer is goed, man. Die niet moe. Goed, mooie wedstrijd, mooie tijd. Ja, wat voor tijd had je? Einde 12. Sanne, je hebt 7 kilometer gelopen. Was goed te doen? Ja, het was goed te doen. Wel warm. Je ziet er wel een beetje uit als een zontomaatje. Dus ik neem aan dat het wel enige inspanning was. Had je er nog voor getraind? Een klein beetje, niet veel. En hoe vond je het parcours? Ja, het parcours het was op zich wel zwaar, warm, maar het ging goed. Maar dit was ook een speciale run, hè? Waarom? Nou, deze run die was speciaal ter gelegenheid van Wouter Ritsier. Een van de organisatoren die pas geleden overleden is. En daarom hebben we met z'n allen een groep hiervoor getraind en gelopen. En ter ere van hem. Ja, maar jij kent Wouter Ritsier persoonlijk. Vertel eens even, wie was Wouter Ritsier? Ja, een hele enthousiaste persoonlijkheid, stond overal voorin, wilde alles doen, alles wat er maar te doen was. Zowel privé, in omgeving, als zakelijk. En heel triest dat zo'n man op zo'n jonge leeftijd overleden is, maar ter ere van dit zijn wij hier. Ja, Wouter is heel belangrijk voor ons geweest. Wouter is aan het begin van eind 2012 tot het bestuur toegetreden. En die heeft enorm veel werk verzet en die is helaas plotseling overleden. Vandaar dat we zeker de aandacht aan hebben besteed om een ereplek te geven in deze loop. We hebben je al voor de finish gesproken, maar je bent ook naar de eerste dame geworden op de 21 kilometer. Hè? Hoeveel, wat had je voor tijd? Ik had 1:27.17. Dus ik ben uitermate tevreden. Het ging lekker, wat ik al zei voordat ik ging starten. Of iets onder of iets boven de 1:30. Nou, het is eronder geworden. En ja, het was een hele mooie loop. Eerst een stukje even door de stad heen. En vervolgens ja, alleen maar door het park en bos. En geweldig gewoon. Lekker rustig. Helemaal goed. De City Run wordt opgedragen aan UNICEF. Ja, dat klopt. We vinden het heel belangrijk om een maatschappelijk doel te ondersteunen. En dit jaar hebben we wederom samenwerking met UNICEF. En ja, €3650 is erbij ingebracht door alle lopers die hebben deelgenomen. Ja, dat is natuurlijk een enorm bedrag. Daar zijn we heel blij mee. Hoe kijk je nu terug op deze City Run? Ja, we zijn zoals het nu eruit ziet heel tevreden. Ja, kijk om je heen. De muziek is goed, de sfeer is goed. De lopers zijn tevreden, zijn blij. Dus ja, we kunnen niet eindig, niet anders dan tevreden zijn over hoe het gaat. Lokaal.